It's all I wanna do. Yo, ik ben Chesto en wat jullie dadelijk gaan zien is mijn setup natuurlijk weer. Maar ja, zoals jullie weten heb ik al ooit een setup video gemaakt. En even wachten hoor. Zo. Ik heb altijd al een keer een setup video gemaakt. Maar natuurlijk omdat mijn softbox erbij is gekomen, wouden jullie het zien. Ik had het op Twitter gezet natuurlijk. En jullie mochten kiezen. En daar is dus uitgekomen of Agario of mijn setup video. En daar is dus de setup video uitgekomen. Dus die gaan jullie nou zien. Laat alvast je blauw duimpje maar achter. Helpt mij natuurlijk enorm. En ja, laten we maar de setup gaan, dus tot zo. Nou, er is eigenlijk niet heel veel aan mijn setup veranderd, maar laten we dan voor jullie toch nog maar één keertje doornemen. Want hier staat natuurlijk mijn BenQ natuurlijk XL2720Z. En dit is een 27 inch monitor natuurlijk voor mijn PC beeldscherm. Zullen jullie wel kunnen zien, want hier zal gewoon mijn kanaalnaam open natuurlijk met deze hele mooie aantal abonnees. Jongens, dan wil ik jullie natuurlijk nog steeds gewoon voor bedanken. Hier is natuurlijk ook altijd mijn Twitter gewoon open, maar plaats. Heb gevraagd of jullie nou een setup willen of een Agario video. En het is dus een setup video geworden. Dus daarom dat ik dit nu op dit moment opneem. Maar jullie vroegen altijd de specificaties van dit ding wat hier staat. En als je naar mijn kanaal gaat en je drukt op over, dan zie jij daar dus mijn specificaties van mijn PC staan. En het is wel een chill dingetje. Maar natuurlijk gaan we hier even door weer naar het toetsenbord. Zoals jullie hier zien, heb ik gewoon een Genesis toetsenbord en een muis die er ook bij hoort. En dit ding is echt serieus gewoon het chillste ding die ik ooit heb gehad qua muis. Want, ik zal even hier mijn la open doen, andere laadje. Dit was mijn muis die ik vroeger gebruikte. En als je gaat even gaat vergelijken met hoe groot deze is en hoe groot de andere is, zie je toch echt wat verschil. En dit is niet echt een gaming muis. Punt 1, dan ligt niet heel erg lekker in je hand. En punt 2, deze. Als je die even beetpakt, kijk, die zie je ook. Die ligt gelijk heel erg lekker in je hand. Je kan er gewoon genoeg dingetjes mee doen. En ja, niet van de verkeerde dingen, maar gewoon hij ligt goed in je hand. Je kan makkelijk kikken. Deze knop is voor eentje verder en eentje terug. Dus ik hoef niet steeds naar dingen, dan doe ik gewoon zo. En dan gaat er eentje terug en dan gaat er eentje verder. Ik kan het even laten zien. Kijk, als ik nou deze video aanklik en ik wil terug, doe ik gewoon op dit knopje. Dan gaat hij terug en ik wil weer terug daarheen. Gaat weer daarheen. Kijk, ik zal het even laten zien. Ik sta hier. En ik doe nou even op mijn banner, zoals jullie hier zien. En dan gaat hij weer terug naar de video. Dus dat is wel super chill. Maar dan gaan we hier natuurlijk weer naar een 24 inch monitortje waar ik op gamers hier ook mijn Advanced Warfare Combat Record en zo. En ja, deze is natuurlijk super chill om te gamen. Maar ik wou eigenlijk deze over mijn PC, maar ik kreeg een grotere. Dus dat is natuurlijk super chill. Natuurlijk hier hou ik nog steeds mijn Astra 40 gaming headset, zoals jullie zien. Met nog steeds met de stoffen kappen. En ja, dat is ook nog niet veranderd, dus die ligt ook altijd gewoon hier in mijn setup. Natuurlijk hier mijn PlayStation 4 roze scuff controller, die ik natuurlijk ook nog gewoon een beetje, dat is een beetje kapot al. Want dit knopje hier zo, ik weet niet of jullie het zien, is zo aardig beschadigd door het spelen natuurlijk. Maar ja, dat kan gebeuren. Kan gebeuren als je er veel mee speelt. Ik speel elke dag wel op natuurlijk. Maar hier is natuurlijk gewoon een normale control freak op, zoals jullie zien. Een mooie CQC, want het zijn al hogere knopjes. Maar die ligt natuurlijk gewoon hier. Er zitten trouwens ook scuff fangs op. Ik weet niet of jullie het al hebben gezien. Dat maakt je trigger langer. Kan ik hier zo. Maakt je trigger wat langer. Dus die leggen we ook weer terug. Dit is natuurlijk mijn PlayStation 3 scuff controller. Die ligt ook hier gewoon lekker. Met een wel een hoge roze control freak erop. Zoals jullie hier zien. Hier is niks aan gemodified verder. Geen langere triggers. Alleen maar natuurlijk de scuff paddles die jullie hier zien. En ja, die doen natuurlijk ook nog goed als jullie horen, maar die doen natuurlijk ook goed. En we zijn helemaal hier mijn Astro Mix en natuurlijk vergeten, maar wat niet nieuw is, is mijn softbox die jullie hier zien staan. Die ga ik ook eventjes aanzetten. Kijk, zoals jullie zien, zo groot is het, zo ziet het eruit aan de zijkant, mijn setup dan. En hier staat de paal, ik kan hem ook verzetten, maar hier zit het aan- en uitknopje. En zo is het gaan. Nu is die aan, dus... Als ik zit te gamen, zit ik zo. En dan schijnt dit licht de hele tijd in mijn gezicht komen, zodat ik goed zichtbaar ben. En natuurlijk zie ik chill. Natuurlijk, als ik dus hier gewoon aan het opnemen ben, ben ik goed belicht. Zou je ook zien, heel mijn kleur verandert ook gelijk. Als ik nu mijn scuff controller pak, zie ik dat de kleur heel anders is. Dus dat is wel grappig. Dus even. Ik heb natuurlijk hier stond dan ook natuurlijk mijn PlayStation 4. Hallo, je ziet mij, hallo. En daarachter natuurlijk mijn PlayStation 3.
krijg, by the way, als jullie deze video kijken, heb ik mijn camera al binnen. Maar dit neem ik nog even op, zoals jullie zien, met mijn iPhone 6. En we gaan daar nog heel even achterlangs. Klinkt verkeerd, maar hier hangt natuurlijk nog steeds mijn oude microfoon in mijn shockmount. Met mijn oortjes, omdat ik nog wel eens wat muziek luister. Op mijn telefoon zijn natuurlijk gewoon de Apple oortjes. Die kan ik eventueel ook even aan de shockmount ding hangen zo. Die hangen daar. Ja, dan zit ik nog steeds mijn webcam. Dit is natuurlijk nog steeds mijn Logitech C920. Die is nog steeds super goed. En ja, echt gewoon nog het beste ding ook. Die ik ooit heb kunnen kopen natuurlijk als webcam. Dus als je aan YouTube begint en je hebt een beetje gewoon goede kwaliteit nodig, raad ik zeker deze webcam aan. Zou je zien dat die gewoon, hij staat mooi. Maar dan gaan we nu voor het laatste deel eventjes nog achter mijn setup langs. Want hier zo natuurlijk ligt mijn... mijn game capture is de Elgato game capture HD, zullen we zien. Deze gaat naar mijn PlayStation 2, PlayStation 4 toe. Deze gaat in mijn beeldscherm. En deze is de USB receiver. En dit is de kabel die je nodig hebt voor je PlayStation 3 natuurlijk, waardoor die signaal pakt. Zoals jullie hier zien, ligt er een 12 stoppen contact. Heel lang natuurlijk dat ik er nog genoeg dingen in kan doen. En hier liggen al mijn draden, zoals jullie hier wel kunnen zien. Dit is de achterkant van mijn PC. En hier hoor je ook natuurlijk alle dingen gaan druisen. Zullen jullie zien ook een koeler. Daarboven is nog een koeler. En daar is nog een koeler. Ik weet niet of jullie die zien. Daar is waarschijnlijk te donker voor. Maar zo ziet het aan de achterkant uit. Mijn setup dan. Ik weet niet of je het goed kan zien. Zo, daar staat mijn stoel nog eens. En dan was dat een beetje mijn setup hier. Mijn arm nog eens. Dat is de Inox Broadcast arm. Nog wat. Oh, ik rij nou tegen mijn... hoe is dat? Lamp aan, ik sta naar recht. Dus jongens, dit was mijn setup. En dan is ook deze video weer afgelopen. Dus je had hem al een beetje gezien natuurlijk. Maar hier is hij natuurlijk nog eens een keer. Maar bedankt voor het kijken natuurlijk naar deze video. En dan zie ik jullie bij een van de volgende video's. Jongens, bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters.